Good morning YouTube, het is je favoriete pompert. Back met een nieuwe video. Nou, ik ben al eventjes wakker. Ik zat lekker even te editen. Ik moet even die hondjes uitlaten. Vandaag wordt gewoon een rustig dagje. Ik heb gisteren bekendgemaakt wie de winnaar is van die pet. Die had Flip uitgekozen. Heel toevallig woont de jongen hier in de buurt. Dus ik rijd straks met de motor even langs. Breng ik even die pet. Daarna wil ik even langs Biker Outfit. Daar gaat een subscriber van me naartoe. Dus even kijken of we daar een bakje kunnen drinken. En dan gelijk even met hun in. Kijken of ze het een en ander besproken hebben al. En daarnaast, ik denk weinig. Gewoon even lekker chillen. Even een beetje uitrusten. We moeten vanavond ook gewoon weer werken. Dus ja, we zien het wel. Maar ik ga eerst eventjes met tackeltje en tackeltje lopen. Hé Stinky. Wat moet je dan met je grote hoofd? Wat moet je dan? Pik, ik kan toch niet filmen als je zo dichtbij bent? Knappe hond. Jij is zo knap hoor. Maar Mokum is ook een knappetje. Hou op met dat gelik steeds, jongen. Die dikke kwelwangen van je. Alright, even plasje doen hè. Corky, wat ben je aan het doen? Het hoeft niet kapot, hè? Die hond spoort echt niet, hè? Mokey. Vind je het lekker, pik? Hij probeert te zwemmen. Wil papa even water over je heen gooien dan, pik, op je rug? Wil jij ons even filmen? Dat haal je eraf, hè? Ja? Van mij haal je eraf. Wacht. Hou eens op, man. Hou eens op, moet je mijn handen bijten. Hé! Hey! Hey, hou je op. Hé, samen naar de Hesje. Hesje. Je moet erin, niet eromheen. Ga erin. Ja. Ga dan. Ga dan. Kom op. Ik ben niet zo bang, joh. Ga erin. Nee? Wat je. Echt een badje deze. Nou, even die honden uitgelaten. Hij ligt weer daar. Even gedoucht. Nu rijden we naar Ridwan toe om zijn Daytona cap te brengen. Pompings. Oké, poppers, we zijn er. Met Ridwan, strijder, de winnaar. Het was letterlijk 950 meter van mijn huis. Gewoon echt zo dichtbij, dus dat is perfect. Kijk eens, schat. Alsjeblieft. Jongen, topper, jongen. Daytona. Ja, toch. Daytona for life, hè. Je hebt zelf ook een mooie gereedschapkast staan daarachter, zie ik. Ja, je wil die binnenkant echt niet zien. Nee, wat geruineerd. Oh, ja. Lekker grap, ziet er goed uit. Top. Nou, toppen man. Dus een dikke shout-out naar Daytona. Ja man. Daytona, echt toppers. Ja, dan gaan we even gezellig een bakje koffie drinken. En ja, dan, daarna schud ik weer richting Biker Outfit. Alrighty pompers, Biker Outfit. Boussadores. Ik heb al even gesproken binnen. We gaan binnenkort weer even een tof videootje maken. Maar check even wat een porno er aankomt gereden. Woehoehoe. All black. Ja man, dit doet het wel voor mij hoor. Ik vind ook dit lippie. Hier zo voor aan het randje net zo. Super dik. Helemaal af man. Echt niet normaal.
Hele aardige jongen ook van wie die is. En toen kwam deze nog even aangereden. Ook van een hele aardige jongen. En deze heb ook een paar onderdelen, jongen. Kijk even. Carbonen kuip. Dit vind ik ook tof van Rizoma. Remschakelsetje. Dikke Acra van een HP4 met sportkatalysator. Ja man, oh ja, en deze dingen nog. Er zit wel wat leuke accessoires op hoor. Hey, niet normaal. Heel dik. Team BMW. Nu is het al 4:30, dus ik ga nu richting huis even die hondjes uitlaten. En dan moet ik zo meteen alweer werken. Ik zei tegen jullie, het wordt een kort dagje. We gaan niet veel doen. Maar ja, ik probeer gewoon elke dag te filmen. En als er af en toe een kortere video is, dan ja, zo be it. Dus we gaan deze even aanslingeren. En dan gaan we die hondjes uitlaten. Oké, guys. Nou, deze dag is niet zo goed geëindigd. Ik ging naar huis en daar ging het allemaal fout. Maar daarover meer in de volgende video. Dus vergeet niet eventjes te abonneren, te liken en te reageren. En dan zal ik jullie in de volgende video uitleggen wat er precies fout is gegaan. Dus stay tuned voor dat. En dan zie ik jullie next time. Vergeet ook niet even de website te checken. www.pompertlife.nl voor je merchandise. Later, pompers.